De competitie gaat aankomend weekend weer van start en Feyenoord neemt het dan zaterdagavond op tegen VVV Venlo. De promovendus in de Eredivisie staat 12e en speelde net als Feyenoord in de laatste speelronde gelijk. Zo kwam de ploeg van trainer Maurice Stijn in de koel niet verder dan 0-0 tegen NAC Breda. Feyenoord VVV is 20 keer eerder gespeeld in de Eredivisie en dat leverde 12 Rotterdamse zegens, 5 gelijke spelen en 3 nederlagen op. De laatste 7 thuisduels met VVV heeft Feyenoord winnend afgesloten en de laatste keer dat de Limburgers een nederlaag voorkwamen was op 2 november 1988. Binnen een minuut ging het legioen uit zijn dak door een heerlijke streep van Martin van Geel. Maar door doelpunten van Danny Hoekman en René Eijer leek een stunt van VVV in de maak. Toch bleef de ploeg van trainer Rob Jacobs een nederlaag bespaard door de specialiteit van Peter Houtman. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen in de Eredivisie was op 5 april 2013. Toen Feyenoord dankzij een rake kopbal van Graziano Pelle met 1-0 won. Matthijs. Pelle! Daar is hij dan! Graziano Pelle! Doelpunt nummer 22 in een wedstrijd waarin het zo moeizaam gaat voor Feyenoord. Maar daar is hij weer. Eindelijk is de voorzet vanaf de flank een keer goed, nu van Matthijssen. En Feyenoord staat met 1-0 voor. Feyenoord VVV is regelmatig een bijzonder duel gebleken. Zo zat 3 dagen na de pijnlijke 10-0 nederlaag in Eindhoven de Kuip helemaal vol toen VVV op bezoek kwam. En bleek de steun van het legioen onvoorwaardelijk. En op 16 januari 1994 hadden de Feyenoord supporters ook een grote rol tijdens het bijzondere afscheid van John Metchold. Wanneer Ruud Heus ter val wordt gebracht, eist de Kuip dat Big Johnny nog 1 keer naar voren treedt. Zo kan Metchold gaan scoren in de wedstrijd waarin hij met voetbalpensioen gaat. En dat doet hij! Metchold was een grote voetbalpersoonlijkheid. Hij speelde in bijna 6 jaar tijd 164 competitiewedstrijden voor Feyenoord. En was de aanvoerder van het kampioenselftal van 1993. Clubopscorer Steven Berghuis zal bijzondere gevoelens hebben als VVV op bezoek komt. Want in het seizoen 2011-2012 speelde hij op huurbasis voor de ploeg uit Venlo. En kwam hij tot 16 eredivisieduels. We zijn aan het einde gekomen van deze Feyenoord versus VVV. Zaterdag om 6:30 klinkt het eerste fluitsignaal van Dennis Hiegeler in de Kuip. En dat duel is ook live te zien op Fox Sports 1.